deze aflevering in Road Trippers. Het is nog 3 uurtjes naar Chicago. I got it right, Chicago. We gaan in deze bar geel gaan wij werken. Ik word gek! Ah! 2 teams. In een strijd om kilometers. Welk team komt er zo ver mogelijk weg van het startpunt? Je ziet het in Road Trippers. In de vorige aflevering ontmoeten JJ, Iris en Shahid Dennis en zijn vrouw Jenna. Dennis de Menace. Met wie ze meereden naar Tampa in Florida. Team Stuck liep Big Boss Marcus tegen het lijf. Hij bracht de boys naar het noorden, trakteerde hen ook nog even op wat margarita's en gaf hen genoeg dollars om een pick-up truck te huren. Kilometers knallen! Hiermee reed Team Stuck naar het stadje Des Moines in de staat Iowa. Jawel jongens, het zit erop. Ons avontuur met de auto. Jawel. Ah, Team Stuck is weer begonnen hoor jongens. Hè? We gaan weer het avontuur aan. Team regelliften is weer on point bezig hoor. Ja, waarschijnlijk hè. Waarschijnlijk is Stuck alleen maar aan het ploeteren. En dan zie je Jay, Iris en Shahid. Die gaan alleen maar, die hebben alleen maar mensen. Helemaal klaar mee. Er is al zoveel gebeurd nu. Maar goed, we moeten door. Dus we gaan gewoon weer met bordjes staan liften. Let's fucking go. Precies Stefan. Die energie kunnen we nu wel gebruiken. Bij Team Stuck de dag begint met, jawel, het opnieuw scoren van een lift, ziet het er bij JJ, Iris en Shahid een stuk zonniger uit. Wauw! Ja, dit is zo Amerikaans. Dit is zo vet. Oh. In tegenstelling tot Team Stuck gaat het er bij JJ, Iris en Shahid een stuk relaxter aan toe. Zij zijn net aangekomen in het zonnige Tampa. Kijk. Wauw! Wij zijn dus nu hier random bij iemand thuis. Nou, bij Rachel. Bij Rachel, ja. Het is niet alsof we er al jaren kennen. Rachel, ik belde er net. Rachel. Ze heeft een zwembad en een klein ministiertje. Ja, en dat is dus de schoondochter van de mensen waarmee we zijn. Ja. Oh, en turtles. En er zijn dus ook schildpadden. Zo. Ja, je weet dat dit niet bij is. Kijk uit hoor. Hij heeft een lange nek, hè. Gezellige beestenbol daar. Pas je op dat je niet gebeten wordt, Jay. Ja. We gaan even het stier eten geven. Dat aangevallen wordt. Dit vind ik gewoon vet. Als jij gewoon een stier in je achtertuin hebt, zo'n lieverd. Dat is toch top. Niet met z'n allen. Shahid. Ze is echt bang. Zo. Wel vet, gewoon een stier eten geven. Ja, het is echt een soort JJ-stiertje, dat wel. Ja. Hey Shahid. Sisi, heb jij zin in een duikie? Ik heb zin in een duikie. Ja, laten we dat doen. Kijk, wij zijn aan het genieten van het leven. Proost. Proost. Plons zul je bedoelen, Jay. Dit begint bijna op vakantie te lijken. En we maken meters. En kijk waar we zitten. In zee. Echt zo fijn. Dat ziet er goed uit. Neem ook maar gelijk een frisse duik voor Team Stuck. Want daar lijkt de hitte volledig naar een bol te stijgen. Ik word helemaal gek. Ik ben helemaal klaar met dit en dat en dit en dat en dit en dat. Hallo. Ja, sorry. Damn it, waarom is dat lift hier zo moeilijk? Zo. Ja. Vooral deze vraag eerst bij mij aan jou, speciaal voor jou. Zo. Hoe voelt het om nou op zo'n moment elke keer afgewezen te worden? Ben je dat gewend? Nee, ja. Niet echt, hè? Het leven is ups en downs, weet je wel. Je doet soms dingen en dan krijg je weer dingen voor terug, weet je. Dit is de kantelzijde, dit is de andere kant, weet je wel. Soms sta je VIP, soms loop je langs de rij. En soms sta je langs de weg, zeg maar, weet je. Maar weet je, soms zit het leven tegen. En soms zit het wel mee, weet je. Maar ja, nu schiet het gewoon even niet op. Maar het komt goed, Thomas. Hou de moed erin. Je kan het. Het is allemaal dubbel en dwarswagen. Weet je, nu sta je te klagen, maar misschien hebben we over een paar uur hebben we weer alleen maar euforie. Daar moet je aan denken. De kop stevig, even positieve energie. Ja, ik sta hier toch, verdomme! Let op, je hele bus houden! Hoe joh, hele bus houden! Let's fucking go! Geld maken! Ik zeg sorry, guys. Blijf wel liften. Dit is je kans, Giel. Laat nou maar eens zien wat je kan. We are hitchhiking without any money. Oh.
Can you help us with some money or something like that? Can you help us some? Just with some little money, okay, yeah. Ik stop ermee. Ik dacht even geld te verdienen, maar dit was echt helemaal niks. Je energie was in ieder geval goed. Hou dat vast. Where are you going? Where are you going? Back to Ohio. Back to Ohio. Not like in the direction of Chicago, right? No. Where are you going? You going to the race? Yeah. We are traveling from San Antonio to Chicago. So far as possible. Can you help us with something? One, two. I've got $3 in cash. $3? That's all I got. Every box is okay. Thanks a lot, man. Hey, no problem. En zo is het, want wie het kleine niet eert. Yeah, we can take that. Oh, thank you, man. Oh, wow, $20. Thank you. Awesome. Hey, $20. Ja. Lekker. Kijk, dit zijn die kleine dingen. Alleen, we kunnen er niks mee. Ik heb gecheckt. Er is hier geen treinstation, geen busstation, geen autoverhuur. Dus het hier vast. Dat ziet er niet goed uit, boys. Maar wat er wel goed uitziet. Lekker bezig. Hop. Even wat TikTokjes maken. Je bent er helemaal vandaag. Mooi, hè? Oké. Ik ga het toch even goed verwoorden. Waarom nemen mensen ons mee? Bijvoorbeeld naar een huis zoals hier. Waarom vinden ze het leuk dat we meegaan? Nou, ik denk dat het gewoon is omdat het goede mensen zijn. Daarom komen zoveel mooie mensen tegen op deze roadtrip. Je moet dus echt uit je weg gaan om ons mee te nemen. En dat maakt mensen dus waarschijnlijk gewoon goed. Omdat ze niet alleen aan zichzelf denken, maar meer denken van... hé, hoe kan ik deze mensen helpen? En dat maakt roadtrippers zo mooi. En daarom maken we dit soort ervaringen met z'n allen mee. En kunnen we dit soort prachtige dingen doen. Roadtrippers, hoe ik dat ervaar... Kijk, weet je, het is dus allemaal leuk in Nederland, leuke auto's, dit, dat, zo, zo. Alleen... terug in de basic tijd, zeg maar, gewoon niks hebben met $100 budget. De wereld doorreizen, zeg maar, door Amerika heen. Ik ervaar dit echt als een hele leuke herinnering en ik zal dit nooit vergeten. Ja, dit geeft mij heel veel voldoening, zeg maar. This is Joe. Oh my gosh. Bounce. This is Joe and you have an own bar. Yeah. O'Maddy's Bar and Grill in Gulfport, Florida. Yes. And so we were wondering if it's possible maybe to do some work. Absolutely, we'll put you to work. Yeah. We need good help right now. Okay, let's go, yeah, man. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Oh, yeah. Yeah. We gaan werken. So fair. We gaan werken. We gaan geld verdienen, want uiteindelijk willen we natuurlijk naar Miami. Yeah. Yeah. En uiteindelijk willen we een vlucht pakken. En we hebben daarvoor meer geld nodig. Let's go off to work. Let's get it done. Kijk, dat zijn nog eens ambitieuze plannen, Iris. Laten we eens kijken of die horeca-skills van jullie ook daadwerkelijk wat in het laadje gaan brengen. Want als jullie het vliegtuig willen pakken, moeten er wel eerst flink wat centen worden verdiend. Oké, dames en heren, wij zijn nu bij Maddy's. Wij gaan in deze bar grill gaan wij werken. Ik ben echt benieuwd wat onze taken worden, maar dit wordt wel echt lachen. Maar alles voor de doekoe. Nee, hello, pleasure to meet you. It's nice to meet you. Me and my two friends are here. I kind of saw it and everything. I got a warning that you guys were going up. Oh, yeah, Joe told you. No, Dennis. Oh, Dennis told you. His parents. Yeah. His, excellent today. What a nice place here. It is. And once the band starts up and everything, so it gets even better amazing. That way. Yes. Thank you very much. And all the best friends. Best friends. Friends first. Jullie zouden toch gaan werken? Aan het werk. Oh, Maddy's, wat hebben jullie dit weer goed geregeld? I have the Caesar salad for you. There you go. This one for you. Are you finished with this? Yes. Yes, try to take it. You want anything else? Terwijl Iris bier aan het serveren is, ben ik hard aan het grinden hier om een beetje tafel schoon te maken en de play schoon te houden. Hey Jay, je bent nog niet aan het werk terwijl je eigenlijk moet drinken, hè? Verdamme, Jay.
Gelukkig kun je er zelf om lachen. En aanraken is doorgeven, toch? Ja, ik pak hem even. Five, five. No. Bij Team Stuk ook eindelijk wat oplevert. We hebben echt hulp nodig. Het is wel echt strijden hoor dit seizoen. Heb je, weet je hoe vaak we al langs de kant van de weg hebben gestaan met zo'n botje in onze handen? Nee, niet! Yes! Er stopt iemand, ouwe! Ja! Ja! Eindelijk! Ja! Eindelijk! We gaan weg hier! Waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? City. Ja! Ja! Lekker! Yes, jongens! Ik denk nog nooit zo lang staan liften. Nee. Totaal. Maar ik denk dat we Chicago vanavond niet gaan halen. Dat denk ik echt. En ook bang voor. Anders mag ik er een eind aan gaan we ergens lekker eens zitten. You're from here, sir? Yeah, unfortunately, yeah. Unfortunately, why is that? Why is that? You don't like it here, sir? My plans is to be out of this state for a couple of years, man. All right. Okay. Where do you want to go then? I was thinking more south. People might think I'm crazy, but I was thinking the property in New Mexico. In New Mexico. Not Mexico, but New Mexico. New Mexico, yeah, that's an American state, right? Yep. Yeah. I'm not really familiar with that state. And I heard the property tax and everything there is dirt cheap. Really? Oh, that's a good thing. Yeah. Especially in these days, right? Yes. Yeah. All right, Iowa City, guys. Oh. Perfect, we're here. Thank you so much. Hey man, you're welcome. Zo, dit was echt een chille rit, man. We gaan gewoon weer verder. Oh, ik ben wel echt even een beetje gaar geworden. Gast, ik heb een inkakker in Tokio. Het lijkt net alsof ik pas na 4 dagen jetlag erin knalt. Ik kan mijn ogen niet meer open houden. Maar we moeten door. Ja, we moeten door. We gaan door, jongens. Het was een goede lift. We zijn in Iowa City. En dit is nog 3 uurtjes naar Chicago. Yes, het kan gewoon 1 rit zijn. Nou. Het is wel echt laat. Het is al best wel laat en we zijn best wel moe. Ja, maar vanuit ik hier. Ik wil wel door. Hier is niks. Maar als we nog, veel mensen rijden vanuit hier naar Chicago. Hè? Dat klopt. Dat is gewoon een volgende grote. Het is een doorreisstadje. Maar de meningen zijn wel verdeeld. Maar dat maakt niet uit. Hè? Ja. Nog één goede lift. We moeten het gewoon doen. We moeten het proberen. Laten we het in ieder geval proberen. Oké. Come on, jongens. Hoppakee. Hey, let's go. Iowa City, boys. Jullie komen steeds dichter bij jullie doel. Chicago. Deze kruising. Hey, ja, jongens, als het niet lukt, dan kunnen we hier ook gewoon kamperen. Het is gewoon een mooi parkje. Kijk nou. You go, I go with you. Where do you go? Ah, jammer. You have a nice car. Sorry. You go to Chicago? I want to go with you to Chicago. Do you think it's possible to get a ride to Chicago? No. Yes or no? What do you think? Probably. You don't want to say no. All right. Okay, you go the other way. Thank you. No problem. Thank you guys. Okay. Tijd voor de tussenstand. Ondanks dat Team Stuk bijna gek werd door het moeizame begin van de dag, hebben ze toch alweer 93 kilometer weten af te leggen. All the way to Iowa City. Bij JJ, Iris en Shahid nog geen vooruitgang. Althans, niet in kilometers, maar hopelijk wel in hun portemonnee. Want naast zwemmen en zonnen gaan ze flink aan de bak. En dat gaat best goed, want de drankjes van Iris smaken bij iedereen naar meer. En ook Jay is lekker bezig. From the Netherlands. No way. Ja. Yeah. Spreekt u Nederlands? Ja, spreekt u Nederlands? Bent u ook Nederlands? Ja. Wat leuk. Ik kwam Valkenswaard, Eindhoven. Oh, wat grappig.
Yeah. Yeah, we zijn van de. You speak French as well? Yeah. Oh, not well. Wordt hij ook? Ja, wel. You're so beautiful. What's your name? Thank you. My name is Ines. Best eyebrows. Thank you so much. What's your name? Nadine. Can we buy you guys a drink? De laatste elephant out of Florida. Only if it's alles wordt opgebouwd. Yes, that's what we've been doing. So what do you guys like? Wait, so wait. Before we start, we want to know the one Dutch word you know. Piemel. Wel heel toevallig dat we hier zeg maar iemand Nederlands tegenkomen. Dat is echt zo toevallig. Oh, there we go. We hebben zo'n ontmoet hem vanaf die chairs. Some new friends. Yeah. New friends from the Netherlands and America. There we go. Nice. Okay, shot. Okay, yeah, how do we do it? Hoe drink je? Hoef je in één keer. Just do it. Kut, die moet ik opruimen. Hij zei nog dat hij niet in één keer hoeft te shade. Het is maar goed dat hard werken altijd loont. En al helemaal als je de juiste vrienden hebt. Ik heb altijd iemand van Nederland. Oh, wacht. Wow. Oh mijn god. Nee. Nee. Oh my god. Nee. Meen je dit? Is het oké? Okay? Oh, we komen. Hè? Huh? Oh my god, mag ik een knuffel geven? Even. Wacht. Huk. Dankjewel. Dankjewel. Legend. Dankjewel. Geef je geld. Ja. Zodat je door kunnen blijven. Oh. Ja. 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 Echt, maar niet een beetje ook. Is dit het moment dat we ontslag nemen hier en gewoon weggaan? Nou, ik ben klaar met schoonmaken, kan ik je vertellen. Iris, hoeveel is het? Het is $300. $300. Nee, hoeveel nog in één keer? $300? Nee, ja. Oh. Dat is lijp. Wauw. We kunnen Miami gewoon een vlucht gaan nemen. Ik moet het niet kwijtraken. Nee, ik hou er even een stukje aan. Naar Miami gaan vanavond, wat ik niet zou aanraden. Dan? Mogen jullie gerust in de condominium blijven. Echt? Ja, het is wel heel gezellig hier. Ja, natuurlijk. Ja, als dat oké is. Dit is echt. En het is een kwartier van hier vandaan. Ja. Kwartier. It's not that far. It's such a legend. I think you guys should stay at the condo. Holy shit. Als we dan hier gaan hosselen, hier geld gaan verdienen, hoeft dat niet meer in Miami, want dan kennen we niemand. You guys are sleeping in our condo. Wij mogen in hun groot appartement slapen. No. One, two, three, people! Dit is echt de beste plan ooit. Met de pet rondgaan langs beschonken en gulle Amerikanen. Wat een top idee. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar moeten jullie niet nog betaald krijgen? Dit is van ons. Mijn man is voor jullie. Wow. That's one. Dat lijkt me een goed plan, Jay. Maar blijven jullie nou al die drank nog wel op jullie benen staan? Hij kijkt wel blij. Het gaat hem lukken hoor. Oh, gesneuveld. Hey! Can we go with you to Chicago? With your bike, we go to Chicago. Help me! Ik word gek! Ah! Ik moet naar Chicago! Ik moet naar Chicago! We go to Chicago! Sure! Can you help me out? Can you help me out? Do you go to Chicago? You want to go to Chicago? No, I live here. I go to Chicago, sir. We go with you to Chicago, okay? You go to Chicago. I gotta ride to Chicago. I gotta ride to Chicago. Oh, whoa. What is this? Do you go to Chicago, sir? Als de Segways, honden en fietsen jullie niet mee willen nemen, probeer het dan vooral nog eens bij een auto. Fuck, ja, jongens! Wat? Ja! Nee. Ja! Ja! Hij heeft nog een been! Waar is hij dan? Hij draait de auto! We hebben gewoon een lift, Volgens mij gaat hij heel ver rijden. Hey man! Waar gaat hij heen? Hij moet een plaatsje voor Chicago moet hij zijn. Maar nee, ik zeg, ja, we komen er wel uit waar we jullie afzetten. Yes, lekker bro. Pik! Lekker man! Yes! Woo! Hey. Hi, Thomas. Nice to meet you. Dave, nice to meet you. My name is Giel. Giel, Dave. Good to meet you. Giel, hi. My name is Steven, sir. Steven, good to meet you. So it's great that
Would you give us a ride to Chicago? Let's go to Chicago, baby. So how long is driving, do you think? How long to Chicago? Yes, sir. Yeah. About 230 plus miles, depending on where you're going in Chicago. Hakt er even in, dat is wel een bekertje nog. Dat hakt er zeker in, Stefan. Dave neemt jullie bijna 400 kilometer mee richting Chicago. Toen we begonnen tegen elkaar en gezegd Chicago halen, dan zijn we echt trots. Je hebt helemaal gelijk. Dat was het doel. Dat is wel waar. Het doel was Chicago, ja. En we zullen ons doel echt... En hebben nu nog een paar dagen. Ja. We zullen ons doel echt ook wel nu bij gaan moeten stellen. Want verder. Gewoon ook verder. Ja, het is gek werk. Het staat heel lang op mijn lijstje. Chicago. En dan gaan we er gewoon heen. Nog maar 4 uur te gaan, Thomas. Bijna. Oké, dus na zeg maar 395 shotjes hebben we Nederlanders ontmoet. Nou, eigenlijk 1 Nederlander en 1 Amerikaan. En die hebben hier een heel chill appartement waar we gewoon lekker kunnen slapen. Thank you so much. Best friend's brother lives in Miami. Thank you so much. You're part of this. And we're happy that we met you. You're a beautiful person. En nu gaan we door. De roodpepers gaat gewoon door, jongens. Lekker! Aan alles komt een eind. En wat een lieve mensen hebben jullie ontmoet. Hou die positieve vibes vast, jongens. Wil je nou meer exclusieve content zien? Check dan de Stuk-app. This is amazing! Oh my god. This is an amazing apartment. Maar kijk dan jongens, we zijn op de 10e verdieping. Het regent een beetje. Ja, dit is toch geweldig, hè? Holy shit! Kijk even waar we terecht zijn gekomen. Tom! Kijk waar we zijn! Dit is echt heel raar. Dankjewel Arthur dat we hier welkom zijn. Natuurlijk. Echt bizar jongens dit. Echt niet normaal. Zo fijn. Oké, wat we vandaag op hebben gehaald in de bar is 100, 200, 300, 400, 500 en klein geld. 600. Ja, het is echt insane. En er staat 300 op onze pas. Het is gewoon €900. Nou, dit wordt sowieso de vlucht. $100. Dollar. Ik vind het, deze opbrengst, jongens. Wat een dag. Nou, Jake, wat vind jij ervan? Ja, ik vind 900 wel echt heel veel. Het was en een superleuke dag, want we hebben hele lieve mensen ontmoet. We zijn gelijk een camper ingegaan en vervolgens hebben we Rachel ontmoet. Bij haar thuis gelegen, aan de bar gegaan. Daar Rachel is echt top. Nederlanders ontmoet. We zijn hier geëindigd. We hebben gewoon meer dan $900 opgehaald. En het allerbelangrijkste is, we hebben gewoon een fucking leuke dag gehad. Kijk eens wat een goed bed die ligt. Oh, maar dat ding is ook zo lekker, hè. En zo kan roadtrippers gaan. En ook bij Team Stuk vliegen de kilometers voorbij. Chicago it is, baby! Ik heb een hotelkamer gefixt. In hartje centrum Chicago. Ja, gasten. Eén van de allergoedkoopste die ik kon vinden. Schrik niet. $110 kost het. $110 vind ik is wel veel, maar ja, Chicago is best een gevaarlijke stad. We gaan niet op straat staan. Nee, dat sowieso niet. Awesome, man. You're not tired? Oh, I'm tired, but I'll be okay. Thank you. Sick travels, you bet. Take care. Jongens, we zijn er gewoon. Besef even. We zijn in Chicago. Nou, wat wij vertellen. We zijn in Chicago. Dit was ons doel, hè. Hoetje. We zijn hier. Gaan we eerst een slaapplek regelen? Ja. Ja. Ik wil ook wel een borreltje doen, hoor. Nee, we gaan geen borreltje doen. Jawel. Nee. Gasten, we zijn in Chicago. Ik wil eigenlijk morgen vroeg wakker worden en dan de stad gaan verkennen. Ja, dat wil ik ook. Wil ik ook. Ja, laten we dat doen dan. Saai. Nou, snel naar bed dan, mannen. Morgen staat jullie weer een nieuwe dag te wachten. Onze kamer. Het is de duurste kamer tot nu toe. Are you guys ready? Dit is gewoon exact hetzelfde als al die anderen. Het is allemaal hetzelfde gewoon. Maar het is prima. Het is goed. Giel, we hadden één ding afgesproken, weet je wel. Had je zelf beloofd. Is hier een biertje? Ja, jij zou elke dag een biertje drinken. En je hebt vandaag nog geen biertje gedronken. Ah, de tandjes. Ja, dit is wel zuur. Nee, dan ga ik naar buiten. Ga ik nog een biertje drinken. Zo makkelijk over te halen! Ik ga er echt in. Oké, let's go. Dat ging wel heel makkelijk. Kijk eens dan, dit is toch gewoon gezellig? Jongens, proost op een geweldige dag. Hoppa! Cheers! Cheers van Chicago! Proost!
Het is zo te zien niet bij eentje gebleven, hè? Team Stuk neemt het er lekker van, maar hemelsbreed met veel moeite bijna 300 kilometer te hebben afgelegd. JJ, Iris en Shahid hebben daarentegen keihard gewerkt, maar daardoor slechts 7 kilometer afgelegd. Hierdoor staat de teller op 1587 kilometer. Team Stuk gaat nu eindelijk aan kop, met 1676 kilometer. En dit zie je de volgende keer in Roadtrippers. Dit is toch afschuwelijk? Dit is de baby. Ben jij dit mooi? We hebben maar 2,5 uur om daar te komen. We weten niet waar het is. We hebben nog geen geld. Wil jij niks van Roadtrippers missen? Download nu de Stuk-app en krijg toegang tot exclusieve content.